er vandaag met de sectoren gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en algemene welzijnswerk. En we zijn hier voor de slechtst betaalde werknemers uit de sector. Het zijn logistieke medewerkers die geen diploma hebben en vandaag nog geen 1700 euro per maand verdienen. Of dat is toch het startbarema. Wij willen dat zij het perspectief krijgen om naar een hoger barema door te groeien. Dat was ook geregeld in het laatste sociaal akkoord. En wij willen dat dat in deze CAO-ronde ook concreet wordt geregeld. Dat die hebben te weinig koopkracht om te beginnen en waardering, ik noem dat waardering. En wat komen wij hier doen? Wij komen aanklagen dat de laagste barema's in de sector, dat die te laag zijn en dat de werkgevers die niet willen verhogen. L3!